Vanmorgen was de laatste tactiekbespreking voor de wedstrijd tegen MVV van morgenavond. Trainer Ben van Daal heeft met VVV natuurlijk wel een aantal derbies meegemaakt. Maar het wordt de eerste keer dat hij op de bank zit tijdens de altijd beladen derby tussen Fortuna en MVV. Ja goed, voor mij is het misschien iets anders dan voor de speler. Ik kom van verder weg. Maar ik merk wel bij de jongens dat het toch iets anders is. Ja. Dus de motivatie zal ik waarschijnlijk niet heel veel hoeven te doen. Een jaar geleden won MVV nog bij Fortuna Sittard met 0-3. Want in de 72e minuut valt dan de beslissing. Misschien wel de kleinste man van het veld, Jordi Kroets, met het hoofd voor de 0-3. En dat is ook de eindstand. Maastricht is de sterkste in Sittard. Maar dat scenario wil het Sittardse team kost wat kost voorkomen. Fortuna staat nu op de 15e plaats, maar wil zich nog plaatsen voor de play-offs. En dat maakt de derby extra belangrijk. Je zult hem morgen moeten winnen, dan doe je goede zaken. Anders wordt het heel lastig. Ja, we moeten winnen. Ik denk dat we moeten winnen, ja. Dus je hebt nog 4 wedstrijden, 12 punten te vergeven. Als je morgen niet wint, dan zal het heel lastig worden, ja. Het wordt voor Marco Ospitalieri een weerzien met zijn oude ploeggenoten. Hij speelde namelijk 71 wedstrijden voor MVV, maar maakte dit seizoen de overstap naar Fortuna. Ja, dat zijn de wedstrijden die ik op het begin van het seizoen al aankruis. En die zijn wel speciaal voor mij. Fortuna moet dus winnen morgen en aan zelfvertrouwen geen gebrek. Ik zeg een 2-0 voor ons. Doe maar een 3-1.